Vissen, welkom bij jullie korte weekendboodschap voor het aankomende weekend vandaag, 4 maart tot en met 6 maart 2022. Dit is een algemene reading. Het hoeft dus niet voor iedereen te resoneren. Neem gewoon mee wat voor jou resoneert en laat de rest achterwege. Bekijk anders ook eens je sterrenbeeld reading voor de maand maart. Die zijn allemaal gepost. Ik was net al begonnen met de watertekens en helaas stopte mijn video. Dus ik maak voor jullie een aparte video voor de vissen. Universum, welke boodschap mag er uitkomen voor de vissen? 4 tot en met 6 maart. Voor vissen, 4 tot en met 6 maart. 3 kaarten alstublieft voor de vissen. Welke boodschap mag er uitkomen voor het aankomende weekend voor de vissen? Dank u wel. Nog 2 kaarten voor vissen. 1 kaart alstublieft voor vissen. Ja, dank u wel. We hebben 3 kaarten. Staven 3. Koning van Kelken. En de zegenwagen. Dus vissen, het kan zijn dat je te maken hebt met een vuurteken, ram, leeuw, boogschutter. We hebben hier waterenergie, jullie eigen energie. Schorpioen, kreeft, vissen. En we hebben hier de kreeft heel sterk liggen met de zegenwagen. Ik heb het gevoel dat jullie inderdaad bezig zijn met het balans vinden in een bepaalde situatie of in jezelf. Koning van Kelken is iemand die emotioneel in balans is. Iemand die emotioneel volwassen is. Dit is jullie eigen energie. Het kan zijn dat je heel erg intuïtief goed dingen aanvoelt. De boodschap is ook vertrouw het aankomende weekend inderdaad op je intuïtie, op je gevoel. En op die manier heb ik het gevoel dat jullie balans gaan krijgen in de situatie en inzicht in hoe je vooruit komt met de zegenwagen. Dit is een doel stellen en op je doel afgaan. Dit is een kaart van actie ondernemen. Dus het kan zijn dat jullie inderdaad actie gaan ondernemen. Met de staven 3, dit is nog een kaart van wachten. Wachten tot je schepen binnenkomen. Het kan zijn voor sommigen van jullie dat jullie te maken hebben met een koning van Kelken. Dus ook met een waterteken, schorpioen, kreeft, vissen. En je wacht tot deze persoon actie onderneemt naar jou toe met de staven 3. Het kan zijn dat het iemand is die op afstand van jou zit. Iemand die moet reizen om naar jou toe te komen. En je bent aan het wachten op die persoon. Het kan ook zo zijn dat jullie het aankomende weekend die actie gaan ondernemen. Je voelt heel veel liefde. Je hebt tot nu toe misschien je emoties binnengehouden, maar je wil je emoties uiten. Je wil je liefde uiten naar die persoon. En je gaat van een energie van wachten over tot actie. Dus je stapt letterlijk in de auto of wat je ook gaat doen om naar die persoon toe te gaan. Een reis kan dit vertegenwoordigen. Dus kijk hoe het resoneert. Ik wil voor jullie nog een kaart van de Mystical Wisdom. Er is inderdaad sprake van liefde hier met de koning van Kelken. Je voelt heel veel liefde voor jou of de ander voelt heel veel liefde voor jou of jij voelt heel veel liefde voor de ander. Dan hebben we hier potentieel, think big for your future. Denk groot als het gaat om je toekomst. En ik heb het gevoel dat jullie dat ook wel doen met staven 3. Dit kan ook een kaart zijn van inderdaad een visioen. Je ziet de toekomst voor je, maar je zit nog te wachten inderdaad tot de ander wellicht contact opneemt. Maar er is dus potentie voor de toekomst. En het kan zijn dat er actie ondernomen gaat worden vanuit de andere kant of vanuit jullie kant. Ligt eraan, heb je met een maagd te maken, dan kan het inderdaad zo zijn dat deze persoon actie gaat ondernemen naar jou toe. Dus dat is de boodschap die ik voor jullie heb. Een fijn weekend alvast en hopelijk tot de volgende keer. Dag!